Ik heb trouwens het superleuk sieradenkistje. Alles is al tegen vandaag. Het is geen succes, hè? Ik heb mijn nagels weer laten doen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en het is nu 10 uur. Ik heb net een klantje gehad en ik heb zo'n afspraak bij de zonnebank. Dus daar ga ik zo meteen even heen. Vanmiddag ga ik shoppen met Sherinda. Ik heb trouwens het superleuk sieradenkistje bij de leenbakker gekocht. En dat was echt iets van 11 of 12 euro. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Want ik zocht al heel de tijd een kistje dicht. Want ik had alleen maar een dienbladje waar ik mijn sieraad op legde. Maar er kwam allemaal stof. Dus nu heb ik de ideale oplossing. En hier zit dus al mijn sieraden in. Ik heb weer lekker onder de zonbank gelegen. Dan ga ik weer naar huis toe. En me klaarmaken. Want Sherinda komt om 12 uur al. En dan gaan we richting Rotterdam. Ik heb net dit even gehaald bij de Kruidvat. Het was 1 plus 1 gratis. En deze heb ik eerder gehad en die vond ik echt super fijn. Dus ik heb factor 15 en 30. Ik ga gewoon beginnen met 30. En dan eind van mijn vakantie gewoon met 15. En aftershunt ook belangrijk. Nu ga ik heel even kijken wat ik aan ga doen. Mijn tas inpakken, want ik ga vanavond naar Mike toe. En ja, ik kan dan bijna Sherinda gaan ophalen van het station. Ik moet even snel me klaarmaken. Dus dat ga ik nu even doen. Mijn outfit. Ik moet alleen even sluispijltjes halen om dit bij elkaar vast te maken. Want het is wel een beetje heel heftig. Ja, dit jurkje is van Pretty Little Thing. Ik denk dat ik deze tas ga gebruiken. Omdat mijn zwarte tas vind ik, ja, dat is allemaal een beetje lichte kleurtjes. En dan in één keer zwart ertussen vind ik weer heftig. En ik heb mijn sieraden van Ellie Sisters aan. En yes, I'm ready to go. Ik ben Sarah. En ik heb nu dit topje aan. En die vind ik wel heel leuk. En dit rokje is, vind ik heel mooi. Alleen ik heb een maat groter nodig. Want hij is echt gewoon net iets te strak. En dit jurkje is zo kort. Dat is niet normaal. Die is echt, echt heel kort. Dus dat gaat het me ook niet worden. Lekker smoothie. Zag je dat? Ja, dat zag ik. Hij staat echt op de uitkijk hier hoor. Alles is al tegen vandaag. First of all nam ik een verkeerde afslag, waar we omreden. Toen waren we bij de Zara. Oh, dit gaat zo fout. Ja, toen waren we bij de Zara. En daar was het gewoon chaos. En we hebben echt 20 minuten in de rij gestaan. Wat zat er nog meer tegen? Je tas die voor je neus weg was gekaapt. Oh ja, ik had een hele mooie tas gezien van Michael Kors. En die werd gewoon voor mijn neus door iemand anders weggepakt. En diegene heeft hem ook gekocht. We waren echt aan het wachten. Moet je er niet zo hier uit? Ik was bijna mijn kaarsje kwijt. Ik ben een beetje laat op de mic. Dus. En dat ding is helemaal niet scherp. En hij is dan niet scherp. Volgende keer gaat het beter. Oké, doei. Doei, doei. Dus ik ga hem nu uitzetten. Want ik ben aan het rijden. En nu heb ik Sherinda niet als steun. Nee, je hebt geen vorm, dik. Maar ik ga nu naar Mike toe. Ik ben vet te laat. Doei. Hoi. Heel gezellig. Ja. Mee Sims. Hey, dit is echt niet vet hoor. Wij gaan lekker met de scooter even rondje rijden. Ik heb Mike zijn vest ding gejat omdat het best wel aan het afkoelen is. Hoi. Hallo. Hoe erg zit alles tegen? Heel erg. Ik wil het er niet over hebben. De scooter is gesneuveld. Terwijl we net in Etten-Leur waren. Dus nu wachten we op de trein. Ja. En laten we de scooter even achter. Ja. Het lijkt echt alsof het vrijdag de 13e is. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Maar het is niet, maar zo voelt het wel. Ja, inderdaad. Hoe voel je je? Ja, kut. Het gebeurt altijd bij mij. En dat is echt waar. Ja. Ja, dus dit zit niet mee. Goedemorgen, het is de volgende dag en wij gaan zo lekker naar het strand. Ik heb heel veel last van hooikoorts, mijn ogen zijn helemaal rood en mijn neus zit helemaal dicht. Dus dat is lekker dan. Het is nu al echt super warm. We zijn een beetje te laat vertrokken. Dus we zijn nog niet eens vertrokken. Het is nu 10:10 en we hadden eigenlijk om 8:30 al weg moeten rijden. Oeps. Ik heb heel veel zin om lekker gewoon aan het strand te chillen. Ik heb een nieuw badpak aan. Van Nighty 4. Ik ben er helemaal blij mee.
deze beestjes zitten overal. Het is geen succes, hè? Nee. Overal beestjes. En ze juken als tering. Met geen geslaagd dagje strand. Eeuw, ze zitten zelfs op het glas. Ben je nou Femke Louise aan het kijken? Nee, ja, nou. Ben ik verkleurd door het zin? Of ga ik dat door de camera? Ja, je wel. Yeah. Nee, je kan er niet omheen. Wij zijn weer terug van het zwembad. Het was echt geen succes. Tenminste, het zwembad wel, maar het strand niet. Want het zat helemaal vol met beestjes. En die kropen de hele tijd over je lichaam heen. En het was gewoon niet comfortabel. Dus toen zijn we naar een zwembad gegaan in Kruiningen. Omdat het een beetje op de terugweg lag. Daar was het wel gewoon even chill. Gewoon lekker afkoelen in het water. Het is echt heel warm. Ja, we gaan zo eventjes douchen. Even omkleden. En dan hebben we zo meteen een verjaardag waar we naartoe gaan. En ik denk dat we vanavond nog naar een terrasje gaan of zo. Dit is mijn nieuwe badpak. En ik ben er echt heel blij mee. Hij is van 94. And I love it. Maar ja, we gaan nu lekker douchen. Ik ben flink verkleurd. Zoals ik zie in mijn gezicht. Dus dat is mooi. Yeah. Goedemorgen. Ik ben weer thuis. Het is vandaag zondag. Gisteren zijn we nog even naar de kermis in Etten-Leur geweest. En ja, daarna niet zo heel veel van bijzonders. Vandaag heb ik niet echt iets op de planning staan. Het is nu half bewolkt, half zon. Maar ik heb gewoon zin om in de tuin te chillen. En met Vincent een zwembadje te zwemmen of zo. Ik weet niet. Gewoon lekker rustig aan. Ik heb echt zoveel zin in vakantie. Echt niet normaal. Ik moet nog 4 weken. En dan gaan we eindelijk op vakantie. En dan gaan we met de auto naar Blanes. En daar heb ik zoveel zin in. En ik vind het heel spannend. Ja, met de auto op vakantie is toch al best wel spannend als je dat nog nooit gedaan hebt, zeg maar. Ik probeer al wat flink wat zomerinkopen te doen. Ik heb vrijdag niet zo heel erg veel gekocht. Ik heb alleen maar een simpel wit shirtje en nog iets bij de Zara gekocht. Het kleurverschil tussen mij en Vince. Je bent echt een bruin. Het is licht en bruin. Het is gewoon lichtbruin. Doei. Doei. Ik heb een beetje in de zon gezeten. Ik heb nu gewoon dit aan. Lekker simpel. Zit gewoon lekker. En nu ga ik even kijken of ik meteen nagels met gel-lak kan gaan doen. Want ze zien er nu niet uit. Dus dat ga ik even uitvogelen. Ik ben er niet zo heel erg goed in. Maar ik heb peachkleur op mijn teennagels. Jee. Ik heb mijn nagels weer laten doen. En ik ben echt verliefd op deze kleur. I love it. Ik ben aan het twijfelen of ik nog een rondje moet gaan wandelen of niet. Ik ben namelijk best wel moe. Maar aan de andere kant wil ik wachten tot de zon half onder gaat en dan wandelen. Want ik hou van zonsondergang. Maar ja, even kijken of ik het volhou of ik niet in slaap val. Want meestal duurt het wel even voordat de zon ondergaat hier al. Maar ik ben wel heel blij met mijn nagels. Ik vind deze kleur echt helemaal geweldig. Ik heb besloten om toch niet te gaan wandelen. Want het is al 10 uur en ik moet morgen alweer redelijk vroeg op. En ik ben gewoon echt heel erg moe. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende video.